Hey jongens, welkom bij deze derde aflevering van onze Chelsea Jullie Airboat seizoen 2. En het is even geleden dat ik heb geüpload mijn account, omdat ik nu in mijn stageperiode zit. En ja, als procesoperator moet je zowel 's ochtends als 's avonds werken. En nu heb ik ja, 's avonds moeten werken, dus daarmee ik heb donderdag, vrijdag moeten werken in de ochtend. Dus dat was van 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dan was ik thuis rond iets voor 7 uur. En ja, dan had ik echt zoiets van, even uitrusten, dus daar weer geen video's geüpload werden. Dan ja, zaterdag, wat was er zaterdag? Er was iets, dan heb ik redelijk lang zitten slapen, tot 3 uur middags denk ik. Dus ja, en dan moest ik om 5:30 al terug vertrekken naar mijn werk. Daarmee ook geen video's, zondag net hetzelfde. En ja, vandaag is het maandag en oh my god, ik kom thuis van mijn werk. Ik was 7 uur ochtends ongeveer en ik was echt nog wakker. Hè. Niet normaal, ik kon niet slapen. Echt raar, ik had zo een Monster Energy gedronken van Valentino Rossi nu, zo special edition. En die was echt lekker, die was echt goed. Dus die heb ik zitten drinken. En ja, ik was nog even wakker en nu wakker geworden om bijna 5 uur. Gewoon mijn mama maakte me wakker. Joni, straks is het eten klaar. Hè. Zo, ja. En dan ben ik opgestaan en nu ja. Om laat ga ik nu slapen? Geen idee, want dinsdag ben ik dan thuis, want mijn vriendin wil afspreken. S'ochtends al naar examen, dus oh, ik zal niet van slapen vannacht. Maar, goh. Life is hard. Nee, maar ik doe het wel graag. Maar het was nu ermee. Nu deze week werk ik dus dinsdagavond. En vrijdagavond ben ik het weekend en zoiets thuis, dus dat is wel leuk. Wegen op het moment dat deze week iets minder moeilijk is, maar... Verwacht gewoon minder video's even deze 4 weken dat ik nu stage heb. Binnenkort is dan kerstvakantie, zal er weer meer worden geüpload. Deze week zal het qua uploads nog wel meevallen, maar de week daarachter heb ik terug veel dagen dat ik moet werken, ook in het weekend en zo. Dus ja, dat is jammer, maar ja, zo gaat dat met stages. En hier, ja, laten we nu maar aan de match beginnen. 0-4 zitten we gewoon al achter tegen Aston Villa. Dit was niet normaal. Dat is echt een mega slechte wedstrijd van mij. Goh ja, en ik had dus navraag naar Zakaria Bakkali gedaan, want ik denk dat ik nog een van de weinige carrière-modes heb die in zijn spel heeft zitten. Want ze hebben die uit FIFA gehaald, Zakaria Bakkali, omdat hij totaal niet speelt bij PSV. Niemand weet of hij ooit nog gaat spelen, die Belg. Maar ik heb hem nog op een carrière-mode en ik vind dat super gaaf. En nu wil ik het wel laten zien. Oh my, ik ben nu zelf nog moe. Dus ermee dat ik het wel laten zien, Zakaria Bakkali. We gaan hem niet kopen. Dat is al zeker. En ja, we zijn daar een spitsje aan het zoeken. Karim Benzema. Dat zou inderdaad een supergoeie aankoop zijn voor in ons spits te zetten. Maar ja. We moeten hem natuurlijk nog kunnen krijgen. En we zoeken er natuurlijk iemand bij. Zoals Maren, die ik eigenlijk bijna nooit gebruik. Dat is een van de beste om ja, gewoon te verspillen op hem. Nog iets belangrijk even voor mijn carrière mode. Ja, hier wordt er een verkocht aan Southampton, dat is perfect. Maar ik heb ondervonden met deze nieuwe mic van mij dat elke keer als ik stil ben, valt mijn audio echt zo volledig weg. En lijkt het alsof er zo fouten in zitten in mijn audio-kwaliteit. Maar ik heb ook nog de tijd niet gehad om te zoeken hoe dat komt dat mijn audio dan volledig wegvalt. Ik denk dat ik dat gewoon ergens ga kunnen aanpassen. Maar dan moet ik echt op mijn gemak kunnen iets zoeken. En dat zal niet voor vandaag zijn. Ik wil vandaag eens goed doorkassen. Dit komt niet online. Waarschijnlijk wel ook nog een Clash of Clans video die dan nog gaat komen vandaag. En ik wil gewoon echt kassen. Het is te lang geleden dat ik niet heb gekast. En hier, ja, Benteke. Je kunt het gewoon volgen op het scherm. Ik ben er nu nog niet echt over aan het vertellen geweest. Maar nu gaan we er eens aan beginnen. Benteke wou weg bij Aston Villa. Ik zal normaal nooit Benteke in mijn ploeg nemen. Maar ja, hij wou weg bij Aston Villa, dus ik dacht, misschien kunnen we hem voor een goedkoop prijsje kopen. Dus. Oei, er is iemand. Oké, sorry jongens, ja, ik wist ook niet wat dat even was, maar er is dus blijkbaar iemand. En ik dacht dat ze boven zaten, maar blijkbaar is dat niet het geval. Dus kan ik gewoon verder praten en ja, Paul Pogba en zo allemaal proberen. Dat zijn de logische aankopen. Het zijn gewoon vet aankopen, we proberen hem in seizoen 1 ook al te kopen, maar toen had Barcelona ons... de nek afgezet en hem voor ons kunnen kopen. Echt jammer. Maar ja, kan gebeuren.
En nu ja, Swansea City, hier zien we dat we ook zo'n grote nederlaag gekregen als tegen Aston Villa. En kijk dit. Dit was niet normaal. Als je het niet hebt gezien, doe gewoon terug. Tja, allee, dat is toch niet normaal, jongens. Gaat toch. Maar nu zijn we eens aan de bal, zeg. Voilà. Voilà. Barbo. Aan de misser. Mijn ploeg is totaal nog niet in vorm. Echt niet. Oh my god, en dan is het paal schieten. Kla, keeper pakt alle ballen. Zit niet mee, maar Swansea stond wel voor met 1-0 en winnen ook die match met 1-0. Dus ja, het zag er echt niet goed uit voor ons. Maar ja, we moesten ermee leren leven. PSV aanvaardt, maar we gaan hem toch niet kopen, Bakali. Sorry, maar Bakali, ga maar weg. Dan Karim Benzema onverantwoord. Ze willen een veel hoger bedrag. Dus zullen we toch iets anders moeten zoeken. Ibarbo en 15 miljoen erbij geven. Aston Villa. 22 miljoen of wel eens 23 miljoen. Dan waarschijnlijk ook Ibarbo daarbij voegen. 10 miljoen. En eens kijken wat ze gaan doen. Zeg. Barcelona onacceptabel. 28,5 miljoen. Die denken dat we geld te veel hebben, zeker. Jongens, toch. Marco van Ginkel. Allemaal spelers die dat we niet echt 100% gaan gebruiken in onze carrière, moet natuurlijk. En nu de laatste match van deze aflevering. Hè. Niet zo'n moeilijke ploeg, Stoke City. Sorry dat als deze aflevering een beetje chaotisch is ten opzichte van andere afleveringen, maar ik kan er nu aan. Dat er eens voor één keer mee moeten leren leven, jongens. En ja, Christian Benteke aanvaard. Oh yeah. En ja, Pogba doen we dat weg, want anders gaan we in geldnood komen. Maar het is de laatste aflevering vandaag tegen Stoke City. En de laatste match van vandaag. En die baan, mooie goal van Neymar. Met de voorzetten van Kevin De Bruyne. Of ik weet niet wat die voorzet had gegeven. We zullen zien. De Bruyne mooi doorgeven. En Neymar met het hoofd. Beast. En de volgende aflevering is tegen Galatasaray voor de Copa Europa. Waar we misschien toch nog een beker kunnen pakken. Maar hier penalty en we pakken die. Penalty pakker. Op en top. Ik pak echt veel penalties op deze game. Of toch met Chelsea. Niet normaal. Ik word penalty king, jongen. Voel het. Maar nee, we kunnen dus een beker pakken volgende aflevering in de Copa Europa. Die hebben we dus nog niet gehaald. Die een beker is mooi op een palmares komen te staan als we die winnen. Jammer dat we dus de Community Shield hadden verloren tegen Tottenham met die hele zotte wedstrijd. Maar er is dus nog niets verloren. Er zijn nog genoeg bekers te gaan. En dit seizoen is nog langer. Veel bekers om te verdienen. En hier, kom op. Het is 1-1, jongens. Kom aan, Neymar. Oh, weer met het hoofd. Neymar scoort. Zijn tweede met het hoofd. Neymar kan echt goed koppen op deze game. Ik dacht dat dat meer een dubbel wonder was. Maar hij kan super goede headers doen. Thank you very much, Neymar. En voilà, het is 2-1 en we zijn weer door. Kom aan, Ibarbo tank. Hoppa, 3-1. En ons team is er aan het inkomen. Net op tijd voor de volgende aflevering voor de Copa Europa. Team heeft vertrouwen. Eindelijk nu is een overwinning gepakt. Mooie overwinning zelf gepakt. En ja, kijk, 6 Stoke City naar huis gespeeld. Eerste 3 punten van het seizoen zijn binnen. We hadden er eigenlijk al 9 moeten hebben. Maar een slechte seizoenstart kan altijd gebeuren. Zeker bij mij. Dus ja, hier zijn Copa Europa tegen Galatasaray. Galatasaray heeft een goede ploeg, maar als je nu ook ziet tegen Anderlecht 0-2 verloren. Proficiat voor Anderlecht trouwens om door te gaan in de Europa League. En we hebben weer Jesus. Juan Jesus. Nieuwe verdediger heb ik wel nodig, want mijn verdediging is goed, maar er zitten ook nog wat jongsters tussen en zo. Dus ik zoek wel iemand die dat mijn team mooi zou kunnen versterken. En dan ben ik wel iets benieuwd wat je Jean-Jésus allemaal zou kunnen. Tioté mag weg bij Newcastle United. Ik weet nu niet, is er nu al iets van Benteke eigenlijk binnengekomen? Ik heb er nu niet op gelet. Kom aan, simulatie duurt veel te lang. Tum. Voilà, hier zijn. Wat is dit allemaal? Ook interesse. Wie is dat? 20 miljoen. Oh my god, dat is veel geld voor Juan Jesus. Laten we 10 miljoen geven. En
Kahille, ja, Kahille gaan we erbij geven. De Keihel was wel iemand die dat we kunnen missen, denk ik. En 4 miljoen in Keihel, dan zou ik echt prachtige zaak hebben. Dan zou ik echt super koop hebben. Ja, sorry dat ik hier wat zit te brabbelen en zo. Maar echt, bedankt om te kijken. En het gaat zeker nog veel afleveringen komen. Ik stop niet met YouTube, gewoon omdat ik een break heb. Ik ben ook niet dood of zo, veel. Dus ja, tot de volgende jongens. En hopelijk hebben jullie er toch van genoten. Bye.